Burgemeester Krikke, er gaan verhalen doen de ronde over de hoogte. De stapels zouden te hoog zijn. Wat kunt u daarover zeggen? Laat ik daar klip en klaar over zijn. De bouwers hebben met voeten de afspraken getreden die wij met z'n allen gemaakt hadden. Dus ze hebben zich niet aan die 35 meter gehouden? Ze hebben zich niet aan de afspraken gehouden. En ze hebben in de nacht daar extra hout bijgelegd. Dat was absoluut niet de afspraak. Maar had u dan niet moeten beslissen om ofwel de stapels niet in brand te steken, ofwel de stapels af te laten breken? Daar heb ik de bouwers ook op aangesproken. Ik heb ze uitgebreid daarover gesproken. En dat zal ook zeker een onderwerp zijn wat we straks, als we delegaties van de bouwers ontvangen, zullen bespreken. Maar ondanks dat u heeft gezegd, die stapels gaan niet de brand in, hebben ze toch gedaan? Begrijp ik dat goed? We hebben gezegd dat de afspraken met voeten getreden zijn. En ik heb al eerder gezegd, heb vanmorgen ook al gezegd, dat we evalueren hoe de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp, hoe dat veilig kan. Want ik denk dat veiligheid het uitgangspunt moet zijn. En dat dat ook de vraag is die nu op tafel ligt. Want denkt u dat inderdaad vanwege die te hoge bouwstapels dit nu gebeurd is? En dat moet de evaluatie uitwijzen. We gaan dat echt aan alle kanten bekijken. En de evaluatie wordt nu opgezet. Wordt ook heel precies naar alle aspecten gekeken. En bij die evaluatie daarna moet ook op tafel komen hoe de vreugdevuren voor de toekomst veilig kunnen zijn. Want veiligheid is wat mij betreft de norm. Hoe precair was de situatie vannacht? Ik ben er zelf geweest. Ik kwam aanrijden om ook gewoon de vreugdevuren te bekijken. Want het zijn tot nu toe altijd gewoon mooie grote vuren geweest. Waar veel mensen naar kwamen kijken en ik kwam ook kijken. En je zag de rug al zacht oranje kleuren. En toen ik hier stond waren er al kleine deeltjes die rondbliezen. Maar heel erg snel werd dat grote brokken. Van vuurdeeltjes die rondwaaiden. Dus de situatie was ronduit gevaarlijk? Ik denk dat wij echt ontzettend veel geluk hebben gehad. Ontzettend veel geluk hebben gehad dat we het hier slechts hebben over materiële schade. En ik ben de hulpverleners en de brandweermensen die ervoor gezorgd hebben dat allerlei gebouwen gewoon goed nat gehouden zijn. Die ervoor gezorgd hebben dat we dit nu zo kunnen navertellen. Ik ben ze diep dankbaar. De ambulancemedewerkers, de politie en de brandweer.